Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe Disney collectie testen van iHeartRevolution. En vandaag gaat het over Mulan. Ik weet niet waarom ik deze Disney collecties van hun blijf testen. Want iedere keer weer stellen ze teleur. Maar ik ga gewoon door met goede hoop. Ik hoop gewoon dat deze collectie beter gaat zijn dan die andere collecties die ik heb getest. Het gaat dus vandaag over Mulan. Ik moet wel zeggen, Mulan is niet echt mijn fave Disney film. Ik heb hem laatst gezien, de nieuwste versie. Ja, het is niet echt mijn ding. Het was oké, maar ik vond het niet heel leuk. Ik hou er altijd meer van als ze krachten hebben en zo. Mulan heeft niet echt krachten. Ze heeft wel bepaalde cheese en zo, maar al met al is ze gewoon een normale meid. En ik hou er altijd van als ze allemaal van die bovennatuurlijke krachten hebben en zo. Maar goed, het was wel gewoon een oké film. Maar ja, het is gewoon niet mijn fave. Ondanks dat ga ik hem gewoon alsnog reviewen. We hebben weer een paletje, we hebben lipgloss, highlighter. Dus we gaan er weer vandaag helemaal vol. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Tenminste de basis, want daarvan hebben we niks in deze collectie. We gaan beginnen met het paletje. Dit is de iHeartRevolution X Disney Mulan Fairy Tale Palette. Oké, de verpakking is zoals al hun collecties weer super mooi. Heel mooi paars, zo met goud. I love it. En hier een fotootje van haar. Het is weer echt een super zwaar paletje. Heel groot, heel zwaar. Dit is dan hoe het eruit ziet, gewoon als die andere verpakking. En je kunt hem zo openmaken als een boek. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 3 highlighters, 3 blushes en 18 prachtige oogschaduwtinten. En ze zijn zowel mat als glanzend. Oké, ik moet zeggen dat de inhoud mij niet per se aanspreekt. Ik vind de blushes en de highlighters wel echt heel mooi. Alleen deze oogschaduwkleuren zijn een beetje random. Ze hebben gewoon willekeurige kleuren gewoon bij elkaar geknald. Ik kan niet echt gelijk zien van oké, deze look ga ik ermee maken of zo. Maar wat ik wel leuk vind is dat het best wel kleurrijke kleurtjes zijn. En daar hou ik altijd wel van. Deze collectie, ik weet mensen, ik ben een beetje negatief vandaag. Maar deze collectie spreekt mij gewoon echt niet zo aan. Maar ik wilde hem gewoon puur voor jullie toch halen. Ik ben er ook van overtuigd dat de kwaliteit gewoon precies gaat zijn als hun andere collecties. Maar goed, ja, we gaan het gewoon proberen. Ik ga weer hier een hele, hele leuke look meemaken. Ik heb al iets in mijn hoofd en ik denk echt dat het echt super leuk gaat worden. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Oké, de look waar ik vandaag voor wil gaan wordt echt heel recht. Dus ik ga in met mijn Makeup Revolution Tape om het recht te maken. Ik heb al geprimed met concealer, dus die stap kunnen we overslaan. Ik ga eerst in met deze lavendel matte kleur, die heet Quickie. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast. Die gaat in mijn hele arcade boog. Ik hoop niet dat hij te donker gaat zijn. Nou, er komt amper wat vanaf, dus ja, hij gaat vast niet te donker zijn. Dan ga ik in met de matte kleur hier, die heet de Matchmaker. Die is donkerpaars. En die breng ik aan met mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast. En die gaat hier zo in de buitenste ooghoek. Om het wat donkerder te maken. Nou, hier komt ook niet heel veel vanaf. Oké, hier komt niet heel veel kleur vanaf. En het is ook een beetje patchy hier zo. Kijk, je hebt gewoon hier zo een kaal plekje. Dit is tot nu toe nog slechter dan die andere collecties. Dan ga ik ook in met de zwarte matte kleur hier beneden. Die heet Kaan. Ik was niet van plan om zwart aan te brengen. Maar ik vind het gewoon allemaal echt licht. Ik mix die zwarte kleur ook een beetje met die andere kleur. Dan breng ik het hier nog een klein beetje aan om het iets donkerder te maken hopelijk. Nou, die zwarte kleur doet ook niet heel veel. Oh my god. Ik weet niet of dit nog te redden valt. Nou ja, whatever. Ik ga ook even een halve cut crease maken om dit gewoon allemaal te bedekken. Dan ga ik nu in met goud. Die is mooi glanzend. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease. Oké, deze glanzende kleur bracht op zich wel goed aan. Hij is alleen niet heel glanzend. Dan ga ik weer in met paars, de Matchmaker. En dan ga ik het hier een beetje inblenden met die glanzende kleur. En dan kan de plakband weg. Kijk, nou heb ik zo'n strakke lijn. Dat was wat ik wilde. Ik breng even een paars oogpotsen loodje aan in de onderste waterlijn. Deze is van NYX in de kleur Fierce Purple. Hoi, mijn hele stem viel gewoon weg. En dan pak ik weer zwart en paars. En dat breng ik aan op de onderste wimperrand. En dan ga ik ook nog in met de fel roze matte kleur. Die heet Flower. En die kleur wil ik dan nog eronder aanbrengen. En dan in zo'n strakke lijn naar buiten, zeg maar. Oké, deze kleur heeft ook niet heel veel pigment. Dus je gaat ook weer niet heel veel zien. Oké, ik weet niet of dit gaat lukken. Want de kleur heeft niet echt genoeg pigment. Ik wil gewoon zo'n strakke lijn maken. Ja, nee, er is gewoon echt niet genoeg pigment hiervoor. Oké, ik heb mijn kwast een beetje nat gemaakt. En nou is er wel iets meer pigment hiervoor. Godzijdank. Oké, het is soortig van gelukt. Whatever. Dan ga ik in met een matte witte kleur hier. Die heet Emperor. En die wil ik zo in de binnenste ooghoek een beetje aanbrengen om het daar te verlichten.
Helaas is hij niet glanzend. Het is allemaal zo poederig. Nu ga ik het nog heftiger maken dan dat het al is. Ik wil een beetje van het roze ook hier zo terugbrengen. Dus ik heb hier zo van deze roze steentjes. En die ga ik zo hier rond aanbrengen. Oké, de look is helemaal af. Door deze prachtige steentjes heb ik een beetje de slechte paarse oogschaduw kunnen bedekken. Uiteindelijk is het wel oké geworden, maar de look had echt veel en veel beter kunnen zijn als de kwaliteit beter was geweest. Maar goed, ik ga het even afmaken. Mascara, wimpertjes en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de ooglook is helemaal af. Ondanks de slechte kwaliteit van het paletje ben ik wel echt heel blij met de ooglook. Het is echt super apart en leuk geworden. De wimpers die ik op heb zijn echt random wimpers van Shein. Dan nu, ik heb al gebronzen. Dus nou gaan we in met de blushes. De andere kant is highlighter, maar ze glanzen niet echt. Dus ja, ik weet niet. Ik ga gewoon in met de blushes. En ik denk dat ik deze twee kleuren met elkaar ga mixen. Hopelijk is de kwaliteit van de blushes beter. Ook wel weer heel poederig. Waarom is alles zo poederig hier? Nee, ik vind de blushes ook niks. Ik vind de kleur wel heel mooi, zo die twee kleuren gemixt. Je krijgt zo'n hele mooie peachy kleur. Het is te poederig. Ik vind niet mooi hoe het op de huid ligt. Het ligt echt zo op de huid. Alsof zo'n poeder echt op de huid ligt. Ik ga de highlighters overslaan. Want ja, wat is dit jongens? Het is gewoon krijt. Dus die slaan we gewoon over. Want we hebben ook een losse. Ik heb hier de I Heart Revolution X Disney Mulan Fairy Tale Setting Powder. Dit is setting poeder. Ik dacht highlighter. Ga weg. In alle andere collecties was dit een losse highlighter. Ik ga stuk. Ik ben zo'n idioot. Ik vond hem al te wit. Kijk, dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is echt helemaal wit. Ik heb mijn make-up al gezet. Ik ga stuk. Ik vind het op zich wel goed. Want één ding waar ik over klaagde was dat je en een losse highlighter krijgt. En drie al hier. In. Dus ik vind het fijn dat ze dat hebben begrepen en nou een ander product hebben gebracht. Jongens, ik moet echt beter gaan opletten voordat ik een video begin. Wat is dit? Ik ben echt een amateur. Wat ik gewoon alsnog ga doen, is dat ik het gewoon alsnog een beetje ga aanbrengen. Ik pak gewoon een beetje zo met mijn kwast. Nee, het is echt te wit. Kijk hoe wit het hier heeft gemaakt. Kijk het verschil met hier en hier. Hier zit nog helemaal niks. Op zich vind ik het wel mooi dat hij het zo verlicht. Maar ja, het is gewoon echt te wit. Het laat helemaal zo een witte waas achter. Dat vind ik niet zo mooi. Oké, ik heb een foto gemaakt met flits. Er is geen flashback, dus dat is wel fijn. Oké, de poeder is oké, maar ik vind hem gewoon echt te wittig. Nou, dan ga ik alsnog in met de highlighters van dit paletje. Het gaat helemaal niks worden, maar we will see. Ik ga voor goud, deze onderste kleur hier. Is wel iets te donker voor mij, maar geen enkele andere kleur gaat matchen met mijn huidskleur. Oké, het geeft gewoon echt helemaal niks. Oh, wat een drama vandaag. Ik voel me echt slecht dat ik gewoon de hele video lang aan het klagen ben. Ik kan niet met mezelf. Ik probeer er nog het beste van te maken. Oké, nou iets waar ik wel enthousiast over ben. Want het was heel goed in die andere collecties. En dat is de gloss. Dit is de I Heart Revolution X Disney Mulan Fairy Tale Lip Topper. En dit is dan hoe die eruit ziet. Heel mooi peachy roze. Echt prachtig. Kijk hoe mooi dit is. Dit is echt gewoon koraal to the max. Super duper mooi. Die van de andere collecties waren ook heel mooi hier. Die ik nou vast heb is van Sneeuwwitje. Echt prachtig. En er staat online dat het een lip topper is. Dus voor op een lipstick of whatever. Maar obviously je kunt het ook gewoon alleen aanbrengen. En dat ga ik eerst doen. Want dan kunnen we echt goed de kleur zien. De verpakking is ook weer heel mooi. Zo goud. Oké, het is een hele mooie lichte kleur. Te licht voor mij persoonlijk om hem zo alleen aan te brengen. Maar gewoon op iets, dus echt als een lip topper, kan dit echt heel mooi zijn. Ik vind het wel echt heel mooi. Het is heel mooi glanzend. Ook helemaal niet plakkerig, kijk. Oké, ik ga het aanbrengen met een lippotloodje. Ik ga in met een lippotloodje van MAC Cosmetics in de kleur Soar. Wauw, dit is echt mooi. Kijk even dit jongens, kunnen jullie even beseffen wat er hier gebeurt? Dit was zo'n negatieve video, maar ik ben blij dat we het positief kunnen afsluiten. Oké mensen, ik denk dat we het wel met z'n allen eens kunnen zijn dat het best wel een waardeloze collectie was. Ik raad niks aan, vooral dit paletje. Alles is slecht. Oogschaduw, blush, highlighters. Het is echt één grote fiasco. Deze poeder. Ik vind de verpakking sowieso te groot. Het is zoveel verpakking voor weinig product. En ik vind hem te wit. Hij maakt wel gewoon zo'n mooi mat, zeg maar. Maar ik vind hem te wit. Ik heb nou hier helemaal zo'n witte waas. Vind ik niet mooi. Maar de winnaar van vandaag is alweer deze Lip Topper Lip Gloss. Super mooi. Kijk even dit. Helemaal niet plakkerig. Ik moet zeggen, de applicator is een beetje cheap ass. Maar ja, who cares? Als het eindresultaat er zo uitziet.
ziet. Echt super mooi. Deze glossjes van al hun collecties. Ik raad al deze glossjes aan. Echt super duper fijn en mooi. Nou, ondanks dat jullie nou heel tijd mijn geklaag moesten aanhoren, hoop ik toch dat jullie hebben genoten van de video. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Ik ben ook wel gewoon blij met de look. Het is een leuke look geworden. Als er nog andere collecties zijn, producten die jij graag zou willen zien op mijn kanaal, let me know beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen. Dan is het gewoon voor nu klaar, jongens. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!